Adrie Koster moet voor de confrontatie met Anderlecht sleutelen aan zijn elftal. Stijnen, Wieselinovic, Dayan en Losada zijn geblesseerd, Mununga geschorst. En dus krijgen de jonkies Larenberg en Vanderson hun kans. Dat jeugdig talent laat zich meteen zien. Usterk vindt via Vanderson Guillaume François, maar hij schiet over en naast. Anderlecht gewaarschuwd. Bloed, zweet en tranen, dat willen supporters maar wat graag zien. Usterk zorgt al snel voor de eerste van die drie. Bijna een kwartier gespeeld als Beerschot een vlijmscherpe counter opzet. Vanderson met een perfecte voorzet en Larenberg prikt zijn eerste voor de beren tegen de touwen. Ik denk dat Van Beurten van de rechterkant aan de bal kwam. En, ja, die geeft een perfecte voorzet die ik maar binnen hoef te trappen aan de tweede paal. Wat gaat er dan door je heen? Ja, dat is een gevoel dat je niet kunt beschrijven. Ik bedoel, dat is zo'n aangenaam gevoel. Ja, je weet niet wat er door je doorgaat dan. Voordat ik die bal kreeg, zag ik eigenlijk Conor staan. Ik nam die aan en gaf een goede bal op hem. En hij scoorde. Anderlecht reageert meteen. Bruno kapt twee man uit, maar vindt dan een goede van Langedank op zijn weg. De bezoekers drukken door, maar de thuisploeg die ligt op de loer. Usterk met een sterk nummer, maar Proto is attent. En deze jongeman krijgt waar hij om vroeg. Op 10 minuten voor de rust hangen de bordjes dan toch in evenwicht. Bij Beerschot krijgen ze het leer niet uit de gevarenzone. En dan is Massimo Bruno daar om de 1-1 voorbij Van Langedonk te schieten. Op slag van rust brengt Mbokani de competitieleider zelfs op voorsprong. 1-2, een mentale tik, zo net voor de pauze. Ja, het is jammer dat je natuurlijk 2-1 in de rust, dat je dat niet kan houden aan de rust, het gelijke spel. Nog één kansje voor de koffie. Larenberg maakt de actie, legt het bij Oyo, maar die heeft te veel tijd nodig en Kouyaté ontzet. De bezoekers komen het gretigst uit de kleedkamer. Jovanovic gaat op wandel, maar Usterk wacht goed af en haalt zo de angel uit de aanval. Het jonge geweld van Weerschot blijft zich voorin tonen. De voorzet van Vanderson wordt weggewerkt en het vluchtschot van Oyo kan Proto niet bedreigen. Na ruim 10 minuten in de tweede helft gaat Gillet neer na licht contact met Mikulic. Penalty oordeelt Van de Velde. Dat is voor mij ook moeilijk om te zien, zeker omdat ik gefocust ben op een bal. Dus ik ben niet aan het kijken naar dat duel. Maar daarvoor moet ik de beelden ook eens bekijken. Maar ik denk misschien een licht contact dat er tussen is. Maar ik denk niet dat er een... Maar daar moet ik ook terug de beelden zien. Dus. Hij kan hem leggen, denk ik, want hij wordt geduwd. En die scheidsrechter die neemt die beslissingen en je kan het toch niet meer terugdraaien. Chile zelf kwijt zich van zijn taak. 1-3 met nog ruim een half uur te spelen. De moed zakt de beren in de schoenen en Anderlecht kan rustig zijn spel spelen. Op 20 minuten voor tijd is Van Langedonk bij de pinken op deze poging van praat. Ja, oké, maar meestal de goede tussenkomsten wegen niet op tegen de golen die je binnenkrijgt en zeker niet als je verliest. Maar oké, die goede tussenkomst moet ik voor mijn eigen ontlouwen en die moet ik zelf meenemen en de volgende keer weer zo doen. Dus dat is wel fijn voor mijn eigen, maar liever toch winnen en 3 punten pakken. Op 10 minuten van het laatste fluitsignaal dient de ingevallen Jakovenko de genadestoot toe. Van Langedonk kan de poging van Mbokani nog stuiten, maar is dan kansloos. En zo staat de 1-4 eindscore op het bord. Het enige wat we kunnen doen is ons vasthouden aan de manier waarop we gespeeld hebben. Met name de afgelopen 2 wedstrijden, deze even niet meegerekend. Waarin we gewoon goed gespeeld hebben, punten gepakt hebben. En zelfs meer hadden verdiend dan we tot nu toe hebben gekregen. Gewoon blijven hard werken, voor hard trainen. En hopen dat we de volgende wedstrijd kunnen winnen. De match is voorbij, die kunnen we niet meer winnen, want dat is voorbij. Dus we moeten de kopjes morgen tijdens het uitlopen even terug samensteken, terug even... Dan kan er nog gepraat worden, maar vanaf maandag en dinsdag dan is het volop op een match van volgende week. Dan zijn er weer nieuwe 3 punten te winnen. En die match moet ook gespeeld worden eerst, dus daar gaan we vol voor weer.